allemaal, welkom bij de voorleeskoffer. Hey Borrie, weet jij wat voor dag het is vandaag? Volgens mij is het een heel bijzondere dag. Kijken jullie mee? Vandaag hebben we een verhaal van Kikker. En Kikker en een heel bijzondere dag. Ik ben gek op kikkers, want ik hou zo van groen. Maar Kikker, waarom is het eigenlijk zo'n bijzondere dag? Laten we het gauw gaan ontdekken. Kikker zat aan het ontbijt. Dit wordt een heel bijzondere dag, dacht hij opgewekt. Haas had het gisteren nog gezegd. Maar ja, wat was er eigenlijk zo bijzonder aan? Dat wist Kikker niet. Wat zou heel bijzonder eigenlijk betekenen, vroeg hij zich af. Het was vast iets heel leuks. Buiten zag hij dat de zon volop scheen. Er was geen wolkje aan de lucht en het was lekker warm. Maar ja, dat is niks bijzonders. Het was al dagenlang mooi weer. Misschien wist Eend er wel meer van. Eend, vroeg Kikker, wat voor dag is het vandaag? Even denken, zei Eend. Vrijdag, geloof ik? Nee, woensdag. Huh, misschien is het wel dinsdag. Maar... is er iets bijzonders aan deze dag? Vroeg Kikker. Wel nee, het is gewoon vandaag, antwoordde de eend. Stomme eend, dacht Kikker. Die weet ook nooit iets. Hij kon het beter aan Varkentje vragen. Die wist altijd alles. Varkentje, wat is het voor dag vandaag? Vroeg Kikker. Wasdag, antwoordde het varkentje. Ik moet kleren wassen. En beddengoed. Zal ik je zwembroek even mee wassen? Nee, dank je, zei Kikker. Maar is er iets bijzonders aan deze dag vandaag? Ik zou het niet weten, zei Varkentje. Kikker liep naar buiten en hij ging zitten om na te denken. Een hele bijzondere dag, mopperde hij. Nou, ik merk er niks van. Wat zou Haas toch bedoelen? En op dat moment kwam Rat aanlopen met zijn rugzak vol boodschappen. Rat, vroeg Kikker, is dit een bijzondere dag? Jazeker, antwoordde Rat. Iedere dag is bijzonder. Kijk maar eens om je heen hoe mooi de wereld is. Het hele leven is bijzonder. Maar Haas zei dat dit een heel bijzondere dag was. Anders dan alle dagen, riep Kikker wanhopig. Daar weet ik niks van, antwoordde Rat. Haas heeft me voor de gek gehouden, dacht Kikker. Het is helemaal geen bijzondere dag. Ik vind er niks aan. En boos ging hij op weg naar het huis van Haas. Maar Haas was niet thuis. Er zat een briefje op zijn deur geprikt. En Kikker kon niet lezen, maar één woord herkende hij wel. Feest stond er met grote letters. Haas is naar een feest toe, dacht Kikker verdrietig. Dat was het dus. En ik ben niet uitgenodigd. Wat gemeen. En de tranen stroomden over Kikkers wangen. Arme Kikker. Wat voor feest zou het zijn? Natuurlijk met taart en limonade en vlaggetjes. En Kikker zag het helemaal voor zich. Rode, gele, blauwe en groene vlaggetjes. En er zou natuurlijk gezongen worden en gedanst. Oh, wat zou hij daar graag bij zijn? En treurig liep hij naar huis. En daar zag hij iets vreemds. Boven op het dak van zijn huisje stond een vlag. Wie zou dat daar neergezet hebben? En toen hij de deur opende, wist hij niet wat hij zag. De kamer was versierd. Op tafel stonden bloemen en heerlijke taarten en limonade. Oh. En al zijn vrienden waren daar. Eend, Varkentje, Haas en Rat. Lang leven Kikker! Riepen ze. Hoera! 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 Kikker keek omhoog en overal zag hij vlaggetjes. Rode en gele en blauwe en groene. Precies zoals hij zich had voorgesteld. Gefeliciteerd met je verjaardag, zei Haas verhartelijk. Ben ik jarig vandaag? Zei Kikker verbaasd. Dat was ik helemaal vergeten. Maar wij niet, riepen zijn vrienden in koor. En toen was het feest. Ze aten taart en Rat speelde op zijn viool. En ze zongen en ze dansten tot diep in de nacht. En toen iedereen naar huis was en Kikker in zijn bedje lag, dacht hij tevreden, ja,
Dit was een bijzondere dag. Aas had gelijk, een hele bijzondere dag. Om nooit meer te vergeten. Kikke, was je gewoon je eigen verjaardag vergeten? Nou zeg, ik denk dat wij ook nog maar even gaan feesten. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!